heeft, ja, hij doet het weer. Nieuw batterijtje erin. Een heleboel dingen waar een batterijtje in moet, hierop. De zee. Het volgende liedje, dames en heren, is een liedje wat... hij weigert, goeie. Misschien moet ik wat dichterbij komen, maar is de zin dan niet uitgelegd. 1, 2, 3. Is die te warm? Hij is te warm. De microfoon is te warm. Dag meiden. Wat zielig, hè? Ze gaan weg, de DA. Er komt een kruidvat. En de meiden gaan dus ook weg. Zonde, hè? Het was zo mooi in Uffel. Maar goed, met de kruidvat moeten we het ook doen. We krijgen ook een Albert Heijn, dus... De Bart in IB wordt gezongen door de schoonvader van Mariska Lauwers. Hij heeft een petje opgezet. Hij heeft het water ook, het theewater ook, redelijk hoog staan. Temperaturen rond de 60 graden, intern. Ja, wel vlees, maar niet. Hij gaat wel voor muziek. De Bart in IB. Oké, voor ik ga zingen. Het is een lied wat over Australië gaat. Dat ga ik allemaal niet uitleggen. Maar Bart in IB, daar is blank Australië ontstaan. Maar op dit moment is onze secretaris Rob Ignatius in Australië, in Brisbane om precies te zijn. Hij heeft een hartinfarct gehad. En als één dat kan weten wat het is, ben ik dat. Want ik ben helaas ervaringsdeskundige. Het gaat goed met hem. Hij heeft 2 stents geplaatst. Maar hij moet wel 3-4 weken blijven, want hij mag niet vliegen. Hij heeft gevraagd om de melodie van dit nummer op te sturen. Gaan we doen. Daarom draag ik dit lied op aan onze secretaris Rob Ignatius. Take warning from what I have to say. My darling,
ship that's a sailing, I'll find a ship on the rainbow. Zet hem maar mee.